Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een hele leuke video, omdat de feestdagen eraan komen. Kerst komt eraan, wat iedereen altijd echt een hele big happening vindt. Leek het me leuk om een soort video te maken die gaat over gift sets. En dan hoop ik dat ik jullie eventueel help met leuke ideeën. Ik ga vertellen welke sets ik leuk vind, hoe duur ze zijn, waar je ze kunt kopen en al die informatie. Dus zit je in de knoop met het vinden van een leuke cadeau of heb je gewoon inspiratie nodig of vind je het gewoon leuk om naar mij te kijken? Dan blijf gewoon even kijken. Vergeet ook niet om alvast te liken en te abonneren. Ik ben al bijna bij de 3000 abonnees, dus ik ben super blij. Dus ik hoop dat ik er snel kom. Maar we gaan nu verder met de video. Nou, we zijn een beetje ingezoomd, zodat jullie alles nog beter kunnen zien. Nou, de eerste set waar ik het over heb, heb ik het al eerder over gehad. Ik heb er ook een hele video mee gemaakt samen met Lemya. En dat gaat over de Makeup Revolution Advent Kalender 2017. Mocht je de video niet hebben gezien die echt helemaal hierover gaat, dan klik even op de link hier beneden, want ik heb het hier in de beschrijving gelinkt. Ik heb er al uitgebreid mijn mening over gegeven in de video, dus ik zal het nou een beetje kort houden. Dit is dus een make-up set van Makeup Revolution, speciaal voor kerst. En hij kost 30 euro bij www.beauty88.nl. Je hebt hem ook op andere sites, maar ik heb hem daar dus besteld. Wat ik heel fijn vind aan deze set is dat hij zo betaalbaar is en je zoveel goede producten krijgt. Je krijgt gewoon 25 make-up producten en ze zijn allemaal verschillend. Dus dat is ook extra leuk. Je hebt ook veel gift sets waar dan maar één of twee dingen in zitten. Ik persoonlijk vind dat vaak minder leuk. Met een paar uitzonderingen natuurlijk. Dat hangt er ook een beetje vanaf wat het is. En het is dus de bedoeling dat je elke dag één raampje openmaakt. En dan krijg je dus elke dag één nieuwe make-up item. Ik heb dus hier staan wat er allemaal in zit. Dus ik zal het even opnoemen. Je krijgt 3 baked highlighters, 1 bronzer, 6 lipsticks, 6 ja, is echt superveel. 4 make-up kwasten, die zijn wel klein, zijn geen grote make-up kwasten. 1 oogschaduw primer, 1 liquid highlighter, 1 klein spiegeltje, 2 pressed highlighters, 2 stroopbalms en 1 eyeshadow palet. En die eyeshadow palet is gewoon echt groot. Dat is deze, dus je krijgt echt een full size oogschaduw palet. Dat vind ik heel fijn. Dus dit is de eerste set waar ik het over wilde hebben. Nou kom ik aan bij pakket nummer 2. Dat is deze van NYX. Ook dit is een adventkalender. Dus het is net als de vorige. Je moet elke dag 1 raampje openmaken en dan krijg je elke dag 1 make-up item. Deze set is 58 euro en je kunt hem krijgen bij Douglas. Ik weet niet of je hem ook kunt kopen in de winkel, maar in ieder geval wel op hun website. In deze set heb je 24 raampjes en er zitten alleen maar lipsticks in. Dus het is niet elke dag iets anders. Het is wel gewoon elke dag een lipstick, maar wel natuurlijk elke dag een andere kleur. En het zijn niet 24 precies dezelfde soorten lipsticks. Het zijn ook echt andere lipsticks. Je hebt bijvoorbeeld de Silky Butter Gloss lipstick. En ook de Soft Matte Lip Cream. Dus je krijgt ook wel echt andere soorten lipsticks. Dus deze set is echt ideaal voor de vrouw die van lipsticks houdt. Van leuke kleurtjes en van experimenteren op de lippen houdt. Waarom vind ik deze set zo leuk? Omdat het de lipsticks zijn van NYX. Ik vind van NYX de lipsticks bijna altijd heel goed. En ik vind het leuk dat het ook andere soorten zijn. Want in een make-up pakket waar allemaal verschillende make-up spullen zitten, zullen er altijd wel een paar tussen zitten die je niet wilt of niet gebruikt. Maar bij zo'n kalender weet je gewoon zeker van oké, ik gebruik lipsticks, dus ik gebruik ze vast allemaal. Zullen misschien wel een paar kleurtjes bij zitten die je niet wilt gebruiken. Dat kan, dan kun je ze eventueel weggeven of wat je er ook mee wil doen. Maar daarom vind ik deze set dus super leuk. En hij is ook weer niet heel duur. Hij is niet heel duur, maar ook niet heel goedkoop. Het is gewoon een vrij redelijke prijs. Het derde pakketje is een iets duurdere. Dit is de Estée Lauder Blockbuster 2017 set. Deze set is 99 euro en is verkrijgbaar bij de Bijenkorf en bij Easy Paris. Vast ook nog wel op andere plekken, maar van deze twee weet ik het zeker. Met deze set moet je echt heel snel zijn. Hij is bijna altijd meteen uitverkocht. Want de prijs is echt heel goedkoop als je weet wat je krijgt. Je krijgt 8 full size Estée Lauder producten. Je krijgt 1 keer de Advanced Night Repair van Estée Lauder. Deze alleen is al per stuk 75 euro. Dus je kunt dan wel een beetje inschatten hoe goedkoop deze set is eigenlijk. En dit is de nummer 1 verkochte serum van Estée. Je krijgt ook de Revitalizing Supreme Plus Cream in de Deluxe Travel Size. Dus dit is niet de full size, maar een iets kleinere variant. Je krijgt 2 Pure Color Envy oogschaduwpaletjes. Ook deze zijn full size en er zitten per stuk 7 kleuren in. Dus je hebt 14 kleuren oogschaduwen. Je krijgt 1 keer de Subtuous, ik weet niet hoe je het uitspreekt, Extreme Mascara. Die is ook gewoon full size, dus je krijgt ook 1 mascara. Ik vind die trouwens echt heel fijn. Je krijgt 2 keer de Pure Color Envy Lipstick. Deze zijn ook full size. En die zijn in de kleuren rood en een beetje bruinig. Je krijgt 1 keer een oogmake-up remover. Ook die is full size. En een train case.
Dus de case waar het in zit. Het enige wat ik minder vind in deze set zijn de oogschaduwen. Die paletjes zijn echt super klein. En ja, de oogschaduwformule is ook niet echt je van het. Het is niet echt dat ik denk van, oh, dit is echt die prijs waard. Maar ondanks dat, ook al zaten die er niet in, is de prijs van deze set nog steeds super goedkoop. Want voor de rest vind ik letterlijk alles wat hierin zit echt prima producten. Je ziet vaak als make-up bedrijven met dit soort sets uitkomen, dat ze het toch wel redelijk vullen met producten die niet altijd het beste verkopen of gewoon meer betaalbaar zijn en dat soort dingen. Wat ik dus hier echt goed aan vind is dat je echt goede producten krijgt. Maar vandaar dat hij ook altijd is uitverkocht. Dus je moet echt super snel zijn als je deze wilt. De volgende set is een set van Benefit. Dit is de City Lights Party Night Set. Deze set is €35 en is te koop bij Douglas. In deze set zitten 4 echt hele leuke producten. Helaas niet full size. De wenkbrauwpotlood is wel full size gelukkig. Maar de rest niet. Maar ondanks dat kom je echt heel goedkoop uit als we praten over Benefit. Want deze wenkbrauwpotlood van Benefit alleen al is €30. Dus deze set voor €35 is echt een koopje. Ondanks dat de rest wel mini size is. Nou, wat krijg je precies? Je krijgt dus de My Brow Pencil in de kleur 3. Die is gewoon full size. Je krijgt de Dandelion Twinkle Blush in mini size. Je krijgt de They Are Real Mascara in mini size. En de They Are Real Double The Lip Nude Scandal in mini size. Dat is echt een hele zin. Deze set vind ik heel goed omdat ik letterlijk elk product die hier zit gewoon ken. Het wenkbrauwpotloodje gebruik ik heel vaak. Je kunt het ook zien in mijn video's. De Dandelion Blush heb ik ook. Ik heb die hier in dit Benefit pakketje. Of ja, pakketje. Doosje. En dat is deze. Maar je krijgt dus niet precies die. Je krijgt de twinkle versie. De mascara is ook echt toppie. Ik denk dat heel veel mensen die mascara wel kennen. En hem echt heel goed vinden. En de laatste, ik moet het gewoon weer even lezen. De They Are Real Double The Lip Nude Scandal. Is ook echt top. Vooral als je op zoek bent voor een leuke set. Voor iemand die echt van make-up houdt. En er echt in is geïnteresseerd. En er veel vanaf weet. Die persoon zal zeker heel blij zijn met deze set. Het laatste setje dat ik wil laten zien is deze van Sleek. Dit is de Ready to Party set. Deze set is slechts €55 en is verkrijgbaar bij beauty88.nl. Nou, wat zit hier allemaal in? Ik ga het weer even oplezen. Je krijgt een full size highlighter palet. Het is niet deze, maar het is zo eentje met een andere variant. Dit is de Cleopatra Kiss variant. En in deze set krijg je de Solstice variant. Echt, ik hou van de highlighters van Sleek. Dus echt alleen maar voor die zou ik deze set al willen hebben. Nou, wat krijg je nog meer? Je krijgt 2 liquid eyeliners. 1 zwarte en 1 gouden. Je krijgt ook een potlood eyeliner en een mascara. En je krijgt de exclusieve Eye Divine Eyeshadow Palette. Gleaming in gold. En 2 lipsticks. Dus je krijgt best wel veel producten voor je geld. En ik denk ook weer dat elk meisje hier echt blij mee zou zijn. Tenminste, elk meisje die van make-up houdt. Je hoeft deze pakketjes ook zeker niet per se voor iemand anders te kopen. Je kunt het ook gewoon voor jezelf kopen. Het scheelt je echt gewoon super veel geld dan als je al deze producten los gaat kopen. Vooral die van Estée Lauder. Dus ik vind het altijd super leuk in deze maanden. Ook al is het weer echt super slecht en ik hou echt niet van koud weer. Het leuke eraan is dat make-up merken allemaal met van dit soort leuke pakketjes komen. Nou, we zijn weer even uitgezoomd. Nou, dit waren alle pakketjes die ik wilde laten zien. Ik denk dat er voor iedereen wel iets leuks bij zit. Ik heb ook echt geprobeerd om pakketjes te laten zien van verschillende prijskategorieën. Zodat je niet per se een heel duur pakket hoeft te kopen als je daar gewoon de financiën niet voor hebt. Er zijn genoeg betaalbare. En als je het financieel wel wat breder hebt, dan leef je uit. Er zijn echt genoeg opties. Nou, ik hoop dat jullie iets aan deze video hebben gehad en ik de zoektocht naar een leuke cadeau iets makkelijker heb gemaakt voor jullie. Vond je deze video leuk? Laat even een like achter en vergeet niet te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week, elke zaterdag en dinsdag om 1 uur. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Doeg!